Ja, nog ruim 2 weken te gaan tot de verkiezingen. En tot die tijd hoor je hier elke maandag de campagnekijkers. 2 mensen met verstand van campagne voeren. Die vertellen ons wat ze zoal zien. Wat er nou grappig is, wat minder grappig. Wat heel serieus is, waar we op moeten letten. Dus welkom Jurjen van den Berg van de Goede Zaak. En Bianca Pander van BKB. Goeiedag. Hoi. Ja, het is begonnen. De radiodebatten, was vrijdag, het radiodebat. Gisterochtend WNL, de nummers 2 van de lijsten. En dan hadden we natuurlijk nog het RTL-debat gisteravond. Is het al een beetje lekker om naar te kijken of is het echt tam, Bianca? Wat vind jij? Nou, ik vond het behoorlijk tam. Ik vond het radiodebat nog wel interessant, moet ik zeggen. Er waren ook wat meer partijen. Maar gisteravond het debat tussen de 3 premierskandidaten, laat het dan maar zo zeggen. Ja, het bleef mat. Ze vielen elkaar niet aan. Ze vielen elkaar niet in de reden. Het was allemaal zo beleefd dat je soms ook denkt, ja, je moet een campagne gaat ook wel over het verschil goed uitleggen. Is het en dat kwam er totaal niet uit. Ja, maar is dit dan niet gewoon een voorproefje van de nieuwe bestuurscultuur waarin we wat meer aaien en wat minder hard op de man spelen? Ja, ik denk dat dat de analyse is van de partijen, dat dit nieuwe politiek is en dat mensen daar ook zin in hebben. Maar aan de andere kant, na het kijken van het debat, wat echt ook heel lang duurde, vond ik, had ik nog steeds eigenlijk geen idee waar de partijen nu het verschil ten opzichte van elkaar maken. Ah. En dat wil je. Je wil uiteindelijk toch kunnen kiezen van, nee, ja, ik vind de Omtzigt hier heel goed op en daar je Zilgus heel goed op. Maar ja, het bleef zo in het midden hangen allemaal. Ja. Jurjen, ze kunnen zo samen in de coalitie. Of zie jij wel een beetje de verschillen? Nou, nee, en dat is het gekke, want die kiezer die zit hier wel op te wachten. We hebben eigenlijk de verkiezingen van 2021 gehad, waar na de hand de balans opgemaakt werd en de kiezers echt dachten van, nou hebben we niet afgerekend met de politiek waaruit Groningen en het toeslagenschandaal kwam enzovoort. En nou is er een frontrunner, Pieter Omtzigt, die zegt van, ik ga die bestuurscultuur uitdagen en wat doet hij? Helemaal niks. Hij staat daar te vertellen hoe die in plaats van Rutte op die plek moet zitten. En dan heb je een grote linkse partij die de VVD aan kan vallen en die kan breken met 13 jaar Rutte. En wat doet hij? Hij gaat vertellen hoe hij zo goed een premier van het midden zou kunnen zijn. De kiezer die daarnaar zit te kijken, waarvan 3/4 nog op drift is, hè, die wordt dus niet bediend in dat debat. Maar we zagen dat natuurlijk ook vroeger tussen Rutte en Samson. Die gingen keihard op elkaar, maar die moesten het PvdA en VVD moesten later wel met elkaar regeren. Zijn ze eigenlijk niet stiekem al bezig met het regeren en niet met het debatteren? Ja, maar je moet eerst verkiezingen winnen voordat je kan regeren. Dus ja, ik denk dat ze te veel zitten op we moeten straks ook nog samen door. En ik denk ook oprecht dat heel veel politici de analyse hebben gemaakt. We willen niet meer zo 2 campanen tegenover elkaar, of 3 campanen in dit geval. Maar je moet wel eerst verkiezingen winnen en je moet het verschil dus maken. Want ja, mensen moeten ook gemotiveerd worden, precies, om naar de stembus te gaan. Het is geen gegeven, we hebben geen stemplicht in Nederland. Dus je moet mensen wel motiveren van, ja, oké, voor jou ga ik naar die stembus op. Maar dat zien jullie nu dus niet. Zie je wel hele positieve, opvallende verschijningen? Dat iemand het heel erg goed doet, of juist misschien helemaal niet? Ja, wat mij opvalt is, het wordt spannend zo gauw dus een van die kleinere partijen wel doet wat die grote partijen nalaten. Dus bijvoorbeeld vorige week had je Volt, Laurens Dassen, die Pieter Omtzigt aanviel en ook echt heel flink aanviel. Zei van, dan gaan we 40 jaar terug in de tijd. Nou, dat is het type, zeg maar, sweeping statements wat je nodig hebt. Andere die opvalt, maar waar voorlopig in de peilingen nog geen beloning op lijkt te zitten, is CDA van Henry Bontebal. Ook heel duidelijk een partij die zegt van, wij gaan het helemaal anders doen, we gaan breken met ons verleden in het kabinet. En wat die twee bindt, is dat ze dus allebei, en dat sluit heel erg aan bij wat ik Bianca net hoor zeggen, zij gaan wel via de inhoud. En dat is uiteindelijk wel waar het over moet gaan. Ik bedoel, ik wil ook de leiderschapskwaliteiten van mensen zien. Maar Frans Timmermans deed een heel klein beetje in dit debat. Die kwam een heel klein beetje, zeg maar, zijn campagne-team had tegen hem gezegd, Frans, je moet ook vertellen waarom je premier wilt worden. Dus daar begon hij dan zijn antwoord telkens mee. Ja. En daarna zakte die weer weg in dat moerasje van, ja, maar nu wil ik de premierskandidaat zijn. Dus het moet van de partijen die nu heel zenuwachtig worden, moet het komen om echt het vuur in de campagne tijd te brengen. Lukt het die kleine partijen, Bianca, om een beetje zichtbaar te zijn? Want ja, laten we eerlijk zijn, in de helft van de debatten worden ze niet uitgenodigd. Nee, klopt, maar je ziet wel dat ze op allerlei andere manieren proberen te doen. Bontebal zit ongeveer in elke talkshow die er is. Ik zag net ook weer dat hij vanavond weer bij Op1 zit. Dus ze pakken wel echt hun momenten. En ik denk dat het ook best slim is voor zo'n Henry Bontebal om al die talkshows maar te pakken en daar toch elke keer op die inhoud weer terug te komen. Zo'n interview met Dassen, dat is een voorbeeld. Dus ze proberen van alles. Ik zag gisteren ook D66 zat in elk reclameblok, hadden ze tijd ingekocht. Dus ze proberen creatief te zijn. Om er toch tussen te komen. Om toch tussen
plus te komen. Ook BBB probeert het. Dus men is er allemaal wel mee bezig. Maar ja, die tv-tijd krijgen ze niet zomaar. Nee. Dan was er nog ineens afgelopen vrijdag toch een verrassingje. Yesilgus, die liet ineens de PVV vallen. Terwijl ze natuurlijk eerst nog de mogelijkheid openhield voor een coalitie met die partij. We moeten strenger zijn op asiel en immigratie. En ik zeg u, als u dat echt wilt doen en u mensen u serieus moeten nemen, zeg ik u, kan dat alleen maar met de PVV. Ik heb nog geen één concreet voorstel van de PVV gezien die te doen is, die überhaupt Nederland vooruit brengt. Dus als dat alsnog gaat komen, dan ben ik er heel benieuwd naar. In het programma staat echt niks wat dit land vooruit brengt. Wat ervoor zorgt dat er minder mensen komen, terwijl we ook Nederlanders sterker maken en Nederland sterker maken. Eigenlijk zegt ze hier iets, Bianca, wat best fel is, maar ze zegt het niet. Ze brengt het niet heel fel. Nee, dat is überhaupt opvallend. En dan kan je Yesilgus de laatste tijd. Ze is best wel, ze positioneert zich best wel een verbindend, warme persoonlijkheid. Dat doet ze heel goed. Als vrouwelijke kandidaat zie je ook steeds meer dat ze zich positioneert. Wat ook interessant is, want ze is de enige vrouw die überhaupt kans hebben is op premierschap. Maar ja, ze is ook heel duidelijk. En dat is ook, dit is ook duidelijk. Als zolang jij van die plannen hebt, ga ik niet met je samenwerken. Nee. En dat maar is wat mensen ook graag willen. Dan bij de VVD? Want Jurjen, we sluiten niemand uit. Ja. En hier wordt eigenlijk de PVV uitgesloten. Haar one-liner is de hele tijd, we sluiten geen kiezers uit. Wat een soort van krankzinnig onderscheid is. Maar daar kwam ze dus hier ook een beetje op terug. En wat ik denk, is dat dit een reactie is op, de VVD peilt altijd intern enorm intensief wat er precies gebeurt. En de afgelopen tijd zag je de PVV winnen vanwege het feit dat ze regeringsveger gemaakt werden door de VVD. Ja. Dus zij heeft hier die deur weer even dichtgeslagen. Ja. Maar je geeft een hele, je geeft een hele gekke dubbele boodschap af. Want eerst heb je gezegd van we kunnen best wel met de PVV. Dan schrik je ervan dat de PVV daar groter van wordt. Dan gooi je die deur weer dicht. Als ik Wilders zou zijn, dan zou ik denken, dit is een cadeautje. Want dan kan ik de volgende keer zeggen, ja, maar mevrouw Yesilgus, wat wilt u nou? Wilt maar u nou helemaal wel of niet met dicht gooit ze het niet, hè? Want ze zegt niet letterlijk, ga ik sluit je uit. Ja, nee, het wordt wel het heel moeizaam. Signaal. Dus als hij water bij de wijn goed, dan kan hij alsnog aan tafel zitten. Dus ze doet het weer heel slim, vind maar ik. Maar dan heb je wel dat Eén Vandaag onderzoek van vandaag, waar ze onder de rechtse kiezers, ook de rechtse kiezers van de VVD, hebben gepolst. En die zeggen, nou, een coalitie op rechts met BBB en PVV zien we wel zitten. Dus is dat dan wel zo slim om Wilders uit te sluiten? Maar dat is dus ook volgens mij, zeg maar, ik denk dus uiteindelijk dat dit een beetje gezwalk is vanuit de VVD. Dat we hier dus in Yesilgus zien die eigenlijk een beetje geschrokken is van het gemak waarmee ze de PVV binnenliet, maar de geest is al wel uit de fles. Dus dit is het maximaal haalbare, maar die vroege toenadering tot de PVV is niet de beste move van de VVD geweest in deze campagne. En als we dan even kijken naar Omtzigt, die zei vandaag in Tubantia dat hij een voorkeur heeft voor een minderheidskabinet, maar hij ziet ook wel iets in een kabinet wat meer aan de rechterkant. De coalitie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP en JA21. Hij noemt zichzelf als tweede in dat rijtje. Dat klopt, ja. Hoe kunnen jullie dat verklaren? Nou, ik weet niet waarom hij zich als tweede noemt, maar ik vind het wel opvallend dat hij dit noemt, want er zijn toch heel veel mensen nog die de keuze moeten maken van wordt het meer de linkerkant en Timmermans of wordt het meer het midden en wordt het Omtzigt. En ik denk dat hij door dit zo uit te spreken, ja, dan betekent dus een stem op Omtzigt, een stem op de VVD en al die andere rechtse partijen. Dus ik denk dat het echt een hele domme strategische fout is. Want als je dat onderzoek wat Kees net noemde aanhaalt, van Eén Vandaag, die ze daaruit komt, 60% van de NSC-kiezers wil over rechts, 40% wil met GroenLinks PvdA. Ja. Dus als er één iemand profiteert hiervan, als hij het goed doet, is het Frans Timmermans. Ja. Want die staat dus nu alleen. Dus je hebt nu echt letterlijk het plukje NSC-VVD. En die willen graag over rechts. En daar, als je dat wilt voorkomen, moet je dus GroenLinks-PvdA stemmen. Ja. En tot nu toe zei Omtzigt de hele tijd van, ja, ik heb een beetje rechts, een beetje links. Dus dit is een gouden kans voor GroenLinks-PvdA om daar een verschil te maken. Ja, en de kleur te laten zien. Exact. En daarmee voelt D66, CDA, ChristenUnie, die kunnen allemaal nu ook dat verhaal vertellen van, maar wacht eens even, hier staan twee partijen die ons land over rechts willen, wij staan er toch heel anders in. Ja. Maar kan Omtzigt hiermee wegkomen? Want hij was juist van nieuw leiderschap. En ja, de VVD, functie elders, nou, dat herinneren we allemaal nog wel, dat zal hij ook zeker herinneren. Kan hij er wel mee wegkomen om dan te zeggen, nou kom, we gaan weer even met de VVD praten, het oude leiderschap? Voorlopig komt hij overal mee weg, want hij wordt er niet op aangesproken. Dus ik ben benieuwd hoe er in de komende dagen hierop gereageerd wordt. Maar tot nu toe komt hij met best veel dingen weg waar mensen hem niet echt op durven aan te spreken. En dat is ook het absurde aan deze campagne. Men lijkt wel een beetje bang voor de kiezer. Dat je gewoon niet durft kleur te bekennen. Dat is echt absurd. En dat is ook grappig dat je dat zegt, want ook Omtzigt zelf durft eigenlijk geen kleur te bekennen. Als we het hebben over de premiersvraag. Iedereen wil weten, stem ik nou op de nieuwe premier?
En zo nee, wie is dan de premierskandidaat? Is toch ook wel fair om te weten. Waarom zegt hij niks en wanneer moet hij gaan kleur bekennen? Ja, kijk, bij deze denk ik wel, tot nu toe heeft het hem echt geen windeieren gelegd om constant zijn eigen regie te houden en zijn eigen momentjes te pakken. Dus dat hij nog zo lang zwijgt over premier ja of nee, geeft hem gewoon in de laatste 3 dagen nog een enorm mediamoment. Potentieel. Ja. Alleen er gebeurt nu wel iets. Ik denk echt dat wat hij vandaag bij Tubantia doet, ik lees dat toch echt als een fout. Hij kon er midden tussenin blijven staan en laten zien van je kunt met mij rechtsom of linksom. Ja. En hij kiest nu toch echt wel. En daarmee wordt het dus moeilijker om zich te verhouden tot de VVD. Ja. En dan zou ik nu, als ik in zijn campagneteams zou zitten, zou ik denken van dan moet je nu dus ook door en echt de strijd met de VVD aan. Ja. Waar gaan we op letten de komende week voordat we jullie weer spreken, Bianca? Ja, ik ga dit weekend ook alweer kijken naar de debatten waar wat meer partijen ook mogen aanschuiven. Mm-hmm. En ik ga kijken wat die kleine partijen allemaal doen aan eigen acties en regionale campagnes. Want ik rij af en toe wel eens door het land en het valt me op dat het ook maar heel matig hier opgestart is. Dus zijn wijde borden in weilanden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe kandidaten uit de regio hun punt gaan maken. Jurjen, wat wordt jouw hoogtepunt deze week? De paniek zit er bij de campagneteams die maar niet stijgen. Dus daar kunnen gekke dingen uitkomen en dan wordt een campagne interessant. Nou, we spreken jullie over een week weer. Nu al zin in. Dankjewel, Jurjen van den Berg van de Goede Zaak en Bianca Pander van BKB. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.